met al 3 tot 6 jaar ben je wel kwijt vooraf om zo'n project als dit voor te bereiden, door de molen te hebben en dan aan te besteden en uit te voeren. Wij konden aan een minuut de staat zien van waar we waren en waar we eventueel risico liepen. Aannemer heeft op een gegeven moment aan ons ProRail gevraagd of de kap even tijdelijk weg mocht, omdat ze dan beter bij de draaischijf konden komen voor het slopen. Dat heeft al die jaren in de grond gezeten, omdat je er ook niet bij kon komen. De ene draaischijf zat 4 meter diep en de andere zat 3 meter diep, dus 2 hele grote gaten. Nu konden we er makkelijk bij komen, dus hebben we besloten om het meteen te saneren. Waarom ze precies 3 keer tikken, zo kunnen ze met de klem al nagenoeg op de juiste maat zetten. En het is daarna een millimeter afstemming. En dat wordt dus bijgehouden met een laserstraal qua hoogte en qua naar voren of naar achteren. Nou, en de ervaring heeft ze geleerd gewoon als ik 3 keer tik, dan heb ik ongeveer 1 millimeter. Dus als de maatvoerder zegt 1 millimeter naar voren of 1 millimeter opzij, dan tikken ze. We hebben hier natuurlijk alles meegenomen. Brons, sporen, bovenleiding. Bovenleidingswerkzaamheden was ook de rode draad in de hele planning. Wij zijn nu gewoon doorgegaan met andere werkzaamheden als zijn het bron en de fundaties. En het dek van de oude prinsessentunnel moest ook nog een waterdichte laag overheen. Al die werkzaamheden zouden dus eerst uitgevoerd moeten worden voordat ze spoor konden bouwen. En als we dan daarna pas bovenleiding konden bouwen, dan hadden we die 2 weken... die waren we kwijt geweest. En nu hebben we dus 2 weken tegelijkertijd bovenleiding en andere grondwerkzaamheden uit kunnen voeren, waardoor we die tijdwinst konden halen. Eigenlijk overal op alle werken, of het nou bij gemeenten is of bij ProRail, ik heb nog nooit een geul in 1 keer dicht zien gaan met alle juiste leidingen erin. Er ligt een leidingennet onder de grond voor het water om de treinen te vullen. En die ligt helemaal afgeperst. Dat is dusdanig materiaal dat daar zou in principe ook niks mee kunnen gebeuren. Dus ja, we hebben gemerkt op een gegeven moment dat we de omroepleiding er niet in lag. En de elektriciteitsleiding voor de verlichting. Er was een breuk in de kabel op het bron. Op het laatste moment in de hectiek ontstaan. En de installatie in de aansluitruimte van het station, die was nog niet vrijgegeven. Die zou maandagsmorgens dus aanwezig zijn om vrijgegeven te worden. En dan kan die pas ingeschakeld worden. Die bakken heten MFS-wagons. In die trein zitten 2 wagons die de lopende band niet alleen naar voren kunnen plaatsen, maar ook opzij kunnen plaatsen. En daardoor moeten de bakken dus elkaar vullen totdat ze bij zo'n bak komen die dus de lopende band kan draaien.
Deze trein is ook gebruikt dus om zijwaarts ballast te lossen op het wasspoor langs bij de karwei daarachter. En daar is deze trein voor gebruikt. Normaal is die 18 tot 20 passagiers. Ja, nou, in dit geval zag je dus ook dat die niet door een locomotief getrokken wordt gewerkt, maar door een autootje. Een auto die dus op het spoor kan rijden. Ja, Unimag. Die hebben heel wat pit en die kan dus 5 wagons meetrekken. Plantechnisch werken we met een programma Primavera. Dat is een speciaal planprogramma. Die geeft dus, daar kan je de links in aangeven. Die taak na die taak en die taak mag niet eerder starten als dat en dat gereed is. Dus die kan je, dat is de zogenaamde netwerkplanning. Nou, die gebruiken we. Daarnaast hebben we alle ontwerptekeningen en de netwerkplanning in een 3D simulatieprogramma gedaan die dus de tijd en het werk vertaalt. Waardoor je dus op een gegeven moment knelpunten kan zien als zijnde, waren het een filmpje van de bouw is zo ver gevorderd. Hé, die twee partijen of die twee machines staan nu op één locatie, hier klopt iets niet. Gedurende de 6 weken werd er 4 keer per dag werd er, de voortgang bewaakt. Dat hield in dat iedere disciplineverantwoordelijke uitvoerder meldde de status van hoe ver die was en waar die mee bezig was en wat die af had. Dat werd hier digitaal in de planning verwerkt en digitaal is de planning hier dus ook 6 weken lang bijgehouden. Eerst hangen ze de rijdraden in tijdelijke hangdraadjes. Dat zijn de zogenaamde winddraadjes om hem even alvast fijn af te stellen. Dan wordt hij exact gemeten, dan worden alle definitieve hangdraadjes worden gemaakt op locatie. En die worden dan nog een keer verwisseld en dan hangt die bovenleiding eindelijk goed. In principe de bovenleidingstraat hangt zigzag boven het spoor. Om dus te voorkomen dat er een groefslijtage optreedt in de pantograaf. Dus dat moet allemaal handmatig afgesteld worden. Ja, bovenleiding is gewend zijn maatvoering te halen van de spoorligging af, omdat het zo nauw luistert. Is bovenleiding eigenlijk standaard gewend om te werken wanneer het spoor er eenmaal ligt. En de lichthoogtes mogen dan eventueel uitgezet zijn. Maar het liefst hebben ze dus dat het spoor op zijn definitieve plek ligt. En nu moesten ze met X- en Y-coördinaten en Z-coördinaten werken. Waardoor zij, wat ons betrof, sneller konden werken. Maar ze waren zelf eigenlijk bang geweest dat ze een hele hoop hadden moeten corrigeren als het spoor er lag. En dat is reuze meegevallen. Overdag hadden we ongeveer 200 man aan het werk over het hele gebied. 'S avonds 150 en 's nachts 100. En dat werd lopende de periode werd het steeds wat minder. Omdat we, ja, de aanloopfase was natuurlijk heel heftig. Vooral de eerste 2 weken totdat we uit de grond waren. En ja, daarna ben je aan het bouwen, dan wordt het wat kleinschaliger. Ja, we hadden vooraf heel goed nagedacht hoe kan je het veilig
en toch efficiënt indelen. Die ruimtebeslag heb je als zijnde onderbouw tot je beschikking, die ruimte heb je als zijnde ballast tot je beschikking. En verder was het heel belangrijk om zo laat mogelijk de materialen die nodig waren aan te voeren. Daar hebben we één keer pech bij gehad, omdat er op een gegeven moment een schip wat niet op zondag voer, dus niet aankwam op tijd. En toen hebben we alsnog even een trein aan laten voeren met ballast. Vervuilde ballast die vrijgekomen is, die is ook per schip via de haven van Enschede afgevoerd. Ja, dat is de stopunit. Die tilt het spoor op en die onderstopt de dwarsliggers met ballast, zodat het op de juiste hoogte, de juiste lengterichting in breedte komt te liggen. En daar waar nodig ook in de juiste verkanting komt te liggen in boven. Die twee kranen die heten de SRW-kranen. En die ene kraan die met die hele lange giek die dus zelf zo'n wisseldeel bijvoorbeeld pakte, alleen zelfstandig, dat is de Kirov. Kirov is een merknaam, hij heeft de bijnaam Oblix. En al die machines zijn dus van Volker Stephin. Dat is op de Prinsessentunnel gebeurd. Op de Prinsessentunnel is er minder hoogte geweest als dat je in de normale vrije baan hebt. Dus er waren speciaal kortere keerwandjes geleverd om dat netjes aan te sluiten. Er zat op een gegeven moment iets van 3 tot 7 mm hoogteverschil in over de hele lengte. En dat hebben we netjes afgeslepen zodat het één rechte nette lijn is. Nettrain was vroeger gehuisvest in de bungalow aan de andere zijde van het spoor. Hun bedrijfsvoering is naar de andere kant gegaan. Zij zijn nog bezig om een nieuw gebouw te bouwen. Dus vooruitlopend daarop hebben we even tijdelijk twee containers neergezet. Dan kunnen ze vanuit die kant hun bedrijfsvoering doen. Dat is eigenlijk gekomen tijdens de 6-weekse buitendienststelling kwam dat eigenlijk naar boven. Vanuit het project hebben we dus die ruimte even geschapen, zodat Nettrain de tijd heeft om de juiste oplossing te zoeken van hoe gaan zij nu verder met hun huisvesting.
Vroeger hadden we ook maar één intercity spoor, dat was spoor 4, over de hele lengte. Nu hebben we twee intercity sporen, dat is spoor 1 en 2. Dat perron is dus verlengd, daardoor kunnen beide intercities daar staan. Heb je niet meer dat als er één intercity iets vertraging heeft, de andere intercity automatisch verstoort bij of het binnenkomen of bij het vertrekken. Dat is nu volledig vrijgelegd van elkaar. Dat had wel tot gevolg dat de stoptreinen naar de andere kant gingen. Wat tevens de mogelijkheid bood om de Duitse trein nu ook volwaardig in het station in te nemen in het overgebleven stuk van spoor 4, net aan de zijkant van het stationsgebouw, tegenover het gemeentehuis. Die worden dus nu ook volwaardig bediend door het stationsgebouw. Dus je hebt meerdere logistieke problemen opgelost. De machinisten zijn zeer tevreden. Ze vinden de layout zeer eenvoudig, omdat we ook ruim 9 wissels eruit hebben gehaald. Dus ze maken minder bewegingen. Ze komen dus gestructureerder binnen. Dat, alle nieuwe wissels liggen dus ook op ton, is steviger geconstrueerd. Je hebt minder bewegingen, omdat je minder wissels hebt, heb je minder schokkende bewegingen van rijrichtingverandering. Dus ja, het loopt allemaal vrij soepel. Het zijn ook wat langere wissels als dat lagen. Dit zijn 1 op 15 en er lag vroeger 1 op 9. Dat is de hoekverhouding wat ook de lengte bepaalt. En dat geeft dus ook een stuk reizigerscomfort. Alles vinden ze goed zichtbaar. Want alle nieuwe seinen hebben ze dus weer even aan moeten wennen. En we krijgen eigenlijk alleen maar complimenten dat alles helder, zichtbaar is en goed functioneert. Ja, het is allemaal gelukt. Dat we met z'n allen heel trots mogen zijn dat het gelukt is in 6 weken tijd zoveel werk te verzetten. Meerekenend hoe een hete zomer we hebben gehad. En ik ben alle mensen die eraan gewerkt hebben heel dankbaar dat we op tijd in dienst zijn gegaan.